In het toekomstjournaal beginnen we met de wedstrijd van de D1. Meteen een vrije trap en dan staat het al 1-0 voor de D1. Elijo da Cruz scoort met het hoofd. Goed begin voor de D1 van Michel Kreek. Zijn ploeg ging verder. Hier met Abdelhak Nouri, de kleine captain. Naar Melle Kruid. Nouri ziet daar Dekker vrij staan. Vince Dekker en wat een mooie treffer. 2-0. Door Vince Gino Dekker. Gino's bijnaam. En als je dit soort doelpunten scoort, heb je dat wel verdiend. En de ploeg ging verder. Stoorde goed tegen de hekkensluiter uit Barendrecht. Opnieuw Nouri. Kruid. Nouri met de omhaal. Nouri en wat een schitterende goal. 3-0. Allemaal doelpunten om in te lijsten. Ditmaal van de kleine captain Abdelhak Nouri. 3-0. En onder het toeziend oog van Danny Blind ging de ploeg verder. Corner vanaf rechts op Nouri en die scoort. Uitgerekend de kleinste man van het veld. Scoort met het hoofd. 4-0 voor de D1. Abdelhak Nouri. Het was ook de ruststand. Dan de ploeg uit Barendrecht. Spartaan en die scoren. Vanuit de vrije trap. 4-1. En ze zijn er blij mee. Het spel van de D1 naar rust was wat minder vloeiend dan in de eerste helft. Maar hier wel Melle Kruid weg. Kruid. Voorzet. Opnieuw Kruid. Abdelhak Nouri. Geblokt. Filip Sandler. Voorzet. Kopbal van Bergwijn. Een goede redding van de doelman van de Spartaan 20. Op die kopbal van Steven Bergwijn. Dan weer wat ruimte voor de D1 met Nouri. Mooi paasje op Mauro Savstano opgekomen. En een mooi stiftje. En dan staat het 5-1. Opnieuw een mooi doelpunt van de verdediger Mauro Savstano. Weer een koude mogelijkheid voor de D1. Nouri op Filip Sandler. Dan Melle Kruid helemaal vrij. Kruid, wat gaat hij doen? En een schitterend doelpunt. À la Dennis Bergkamp onlangs op dezelfde plek bijna. Melle Kruid, omdat hij zo mooi is, nog een keer. Hij brengt met dit doelpunt de eindstand op 6-1. En omdat de wedstrijd van Feyenoord werd afgelast, staat de D1 nu bovenaan aan kop van de ranglijst.